Dag luisteraar, leuk dat je luistert naar Compliance Adviseert. Het grote belang van integriteit binnen financiële ondernemingen en de bijzondere, wettelijk verankerde rol daarin van de compliance-functie fascineert ons. Daarom praten we ongeveer maandelijks met ervaringsdeskundigen en delen dit graag met een zo breed mogelijk publiek. Een podcast is daar dus ideaal voor. We zijn Niek Reuzelaars, zelfstandig compliance officer, werkzaam via Connective Payments. En ik, Erik Rijssenweber, compliance officer bij Triodos Bank Nederland. En Compliance Adviseert, abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. Martijn Knotneres en Moritz Reumer houden zich bij de Rabobank in hun dagelijkse werk bezig met gedrag en cultuur vanuit een auditrol. Zij zijn te gast in deze aflevering van de serie podcasts Compliance Adviseert en vertellen graag over hun werk en kunnen vragen beantwoorden zoals: waarom is gedrag relevant als het gaat om integriteit bij de financiële instelling? Hoe meet je gedrag? Wat is het advies om gedrag in de juiste richting te beïnvloeden? Welkom heren in deze podcast. Dankjewel Erik voor deze uitnodiging. Kijk naar uit. Zoals de luisteraar al gemerkt heeft, de geluidskwaliteit is wat minder. Dat komt omdat er onlangs weer nieuwe overheidsmaatregelen genomen zijn tegen de verspreiding van het COVID-19-virus. Ondanks dat we wat concessies moeten doen op het geluidskwaliteit, ik denk dat de inhoud dat helemaal gecompenseert. Dus we gaan gauw beginnen. Kunnen jullie iets meer vertellen over jullie rol en je dagelijkse werkzaamheden bij Rabobank? Ja, uiteraard. En zoals je gezegd hebt, wij zitten bij Audit in het expertise-team voor gedrag en cultuur. En dat houdt in dat wij voor dat onderwerp voor onze collega's aanspreekpunt zijn bij het inzetten van instrumenten om gedrag en cultuur mee te nemen in audits. Wij onderhouden ook de instrumenten, ontwikkelen ze verder, adviseren, ondersteunen en helpen in audits mee om dat onderwerp cultuur verder vorm te geven en aandacht te geven in de verschillende audits die binnen Audit Rabobank worden uitgevoerd. Begrijp ik het goed dat het dus voornamelijk om ontwikkeling van de tools gaat en het overdragen, het begeleiden van anderen daarbij? Jullie doen dus niet zelf audits. Dat klopt inderdaad. Martijn Knotneres hier ruim anderhalf jaar in dienst van Audit Rabobank. Nee, het klopt inderdaad dat wij vanuit onze expertise eigenlijk geheel Audit Rabobank adviseren. Dat is zo'n 280 mensen als je kijkt in Nederland, maar ook in de verschillende buitenlanden. Wel hebben wij nog op ons verlanglijstje staan, na de uitrol van cultuur en gedrag in de audit, dat we ook zelf thema audits gaan draaien als culture en behavior team volgend jaar. Oké. Wanneer voel je bevestiging dat je waardevol werk levert op deze manier? Ja, voor mijzelf is dat als een auditee teruggeeft van toch wel een eye-opener zeg. Je hebt een upfront scan gestuurd, dat is een instrument wat wij hebben waar we aan de hand van de 8 behavior controls van Muriel Kaptein een vragenlijst uitsturen. En als die auditee dan zegt, hey, je hebt mij eigenlijk een spiegel voorgehouden en ik snap dat als ik aan bepaalde knoppen draai, ik een cultuurverandering of gedragsverandering kan bewerkstelligen. Ja, dan voel ik voor mijzelf dat ik iets bij heb gedragen daaraan. Moritz, hoe is dat voor jou? Ja. Nee, als toevoeging zie ik ook nog wel de toevoegde waarde als een auditor ook zegt van, nou ja, die informatie die verrijkt ons beeld en die helpt ons wel ook om een aantal dingen eventueel meer van context te voorzien. En aan de auditie ook wel duidelijker te maken waar eventueel ruimte voor verandering nog zit. En wat is jullie persoonlijke motivatie in dit onderwerp? Ja, voor mijzelf is dat eigenlijk heel erg spontaan begonnen op een skivakantie in de Franse Alpen. En ik ontmoette er iemand die heel erg bezig was met naast gewoon de commercie voeren, ook letten op hoe je business doet, hè, op welke manier. En ook hoe je daarbij mensen benadert. En dat heeft voor mij een hele omslag teweeg gebracht. Van bedrijfskunde heb ik een verdieping gemaakt naar theologie, filosofie. En ben in 2009 afgestudeerd op Tone at the Top binnen een van de 8 behavior controls. En heb binnen grote organisaties binnen Nederland dat onderzocht. Voor mij als organisatiepsycholoog is het gedrag van mensen en het samenwerken van mensen binnen organisaties natuurlijk onderwerp van studie geweest. En
ook wel in mijn ogen heel belangrijk. Wat voor mij persoonlijk daarin wel een rol speelt, is dat ik toch nog steeds zie dat dat vaak een bijzaak is. Maar ik denk van, nou, volgens mij, juist in organisaties die dus met mensen werken, waar mensen samenwerken, is dat eigenlijk wel hoofdzaak. En mag dat echt wel duidelijke aandacht krijgen. En dat is ook mijn persoonlijke ambitie om daaraan verder te werken. Dat dit naast, nou ja, zeker in financiële instellingen met cijfers en presentaties in financiële zin, ook de aandacht voor de mensen en de samenwerking tussen de mensen wel echt aan de orde mag komen. En hoe overtuig je mensen die denken dat gedrag minder relevant is? Ik denk dat ik dat zelf niet zozeer hoef. Want heel veel mensen die ik spreek, die zijn inmiddels ook wel achter. Het is wel, want ja, als je terugkijkt, zeker in de financiële sector, dan zijn er ook genoeg studies en evaluatie en commissies geweest die cultuur, die gedrag, die samenwerking en mindset als mogelijke factoren voor misstanden ook hebben aangetoond. Of een misstand is ook eigenlijk per definitie gedrag, eigenlijk, toch? Dus. Ja, andersom zou ik niet zeggen, hè, maar die kant zie ik zeker wel. Nee, dat wilde ik ook nog niet zeggen. Ja. Dus ja, in die zin is het wel natuurlijk, ja, uiteindelijk is het een gedrag wat ergens over een lijn gaat. Ja. Ik wil nog wel even heel kort ingaan, Erik, als dat goed is. Hoe is dat nou eigenlijk bij Rabobank zo gestart, hè? Aan de ene kant hebben we de toezichthouder. Hè? De Nederlandse toezichthouder is natuurlijk al heel lang actief op het gebied van cultuur en gedrag. Vooral als je dat vergelijkt naar andere toezichthouders van andere landen. Maar bij Rabobank was Libor wel duidelijk een trigger. Voor meer, ik weet niet of jullie de Libor-affaire nog wel kennen. Maar, die mag ik bekend veronderstellen bij onze luisteraars, ja. Ja. Dus dat heeft wel echt betekend dat binnen Rabobank daar wel, dat is echt een trigger geweest om dat op te pakken. Om echt ook cultuur en gedrag mee te gaan nemen. Ook in audits, maar ook binnen compliance. Hè? Dus ook binnen de tweede lijn. Daar werd toen ook al direct een link gelegd met cultuur in de organisatie. Ja, als je kijkt, maar dat kan Moritz dan beter natuurlijk zeggen, omdat hij voorheen bij DNB heeft gezeten. Maar wat ik zelf daarvan weet, is dat de toezichthouder kritisch is geweest, hè, en heeft gekeken van, goh, waar zit het nou eigenlijk? Nou, toen is het wel duidelijk geworden dat cultuur en gedrag daar een grote aanleiding voor is geweest. En daardoor is een heel de focus vanuit Audit Rabobank, maar ook vanuit andere lijnen binnen Rabobank, is daar op cultuur en gedrag ingezet. Ja, ik denk dat we daar straks nog verder op in kunnen gaan. Maar voordat we daarop verder gaan, zou ik graag nog willen vragen. Waar moet je eigenlijk vooral goed in zijn om op het vlak van gedrag en cultuur een auditor of adviseur te zijn? En is er dan nog verschil tussen wat een eerste lijns medewerker en een tweede lijns medewerker op dit vlak moet kunnen? Kennis of vaardigheden? Ja, ik kom net van een opleiding Anders Kijken. Dat is een antropologieopleiding die ik afgelopen week heb gedaan. En ik denk wat het belangrijkste is eigenlijk oordeelloos kijken naar cultuur en gedrag. Dus je oordeel zo lang mogelijk uitstellen als auditor, hè? Of als compliance adviseur. Want hè, wij willen heel graag toch al snel zeggen wat wij zien of wat onze bevindingen zijn. En ik denk dat als je juist naar cultuur en gedrag kijkt, dat het heel, heel belangrijk is om eerst goed te observeren wat je ziet. Hè? Dus wat voor gesprekken heb je, wat voor interviews heb je, wat voor informatie haal je op. Maar ook in je desk research fase. Hè? Welke incidenten zie je, hè? Compliance incidenten, maar ook audit findings. En als je dat totale beeld hebt, hè? Dus triangulatie, zo noem ik het altijd. Hè? Dus zowel je desk research, je eigen veldwerk, als ook een workshop die je hebt gedaan. Dat is wat je verstaat tot een triangulatie. Ja. Ja, oké. Ja. Inderdaad, heel goed, Erik. En dan zo waardevrij mogelijk rapporteren. Dus de beelden teruggeven aan je, aan de business. Aan de eerste lijn en of tweede lijn. Precies, ja. Dus in wat daaronder ligt is denk ik wel een mindset. Hè, dat, ik noem het dan nieuwsgierigheid en de wens om te begrijpen voor dat je eigenlijk een oordeel uitspreekt. Dat je echt probeert van, oké, hoe werkt het hier?
wat is normaal in deze context, in de team, afdeling, organisatie waar ik nu kijk. En dat is denk ik wel een cruciale. En ja. Dan kun je verschillende studieachtergronden denk ik hebben. Want dat is wel een manier van kijken die, die voor dit vak wel bijzonder belangrijk is. Maar moet je er ook nog speciaal aandacht voor psychologie van de wat achter het gedrag zit, oog voor hebben? Of is dat toch wel de kern dat je leert om uit te stellen dat je te snel een oordeel hebt? Nou, ik denk of het psychologie is of een andere studie, dat is denk ik secundair. Primair is belangrijk dat je ook een manier van gespreksvoering kunt hanteren om wat open vragen te stellen en die nieuwsgierigheid die ik net noemde echt proberen aan de oppervlakte te laten komen. Die nieuwsgierigheid draagt ook bij aan het stellen van de juiste vragen. Ja, ik denk niet dat het handig is om in een checklist binnen te komen en te vragen, is dat aanwezig en werkt dat en. Maar meer van, hoe is het hier? En vertel eens. De wie, wat, waar, waarom vragen. Ja. Wat daarbij wel heel erg belangrijk is, Erik, is dat je een hele veilige situatie schept samen met de geïnterviewde. Want je kan je voorstellen dat mensen niet zomaar ineens nou open tegen jou alles gaan vertellen wat ze op hun lever hebben. Hè? Mm-hmm. Dus die veilige sfeer creëren en dat natuurlijk ook echt handhaven. Hè? Dus het gaat ook niet om de input alleen van die enige geïnterviewde. Het gaat om het totaalbeeld, hè, wat ik al zei, de triangulatie. Ja, als een auditeur of een interviewde dat begrijpt, dan krijg je die mee en dan krijg je ben je een van hen. Hè? Zoals de antropologie dat ook zei afgelopen week in die studie. Dan zien ze je ook als een van hen en dan willen ze het ook graag delen. Nou hebben we het er al een poosje over in deze podcast, maar wat versta je nou eigenlijk precies onder gedrag en cultuur? Nou, dat zien wij als de gedeelde assumpties, overtuigingen en gedragspatronen van een bepaalde groep. Dat betekent die groep kan een team zijn, een afdeling, een hele organisatie, maar eventueel ook een straatje of wijk of land. Hè? Dus die groep, wat delen wij binnen die bepaalde groep aan? Overtuigingen is eigenlijk wel belangrijk en noemen wij als cultuur. En dat komt omdat deze overtuigingen en hoe wij de wereld zien en de gedragspatronen die wij delen wel voor een groot deel bepalend is voor welk gedrag we daadwerkelijk vertonen als individu. Dus het maakt uit in welke context ik mij beweeg, hoe ik mij eventueel gedraag. Even dat voorbeeld van de verschillende landen. Ja, het maakt toch wel uit of je ergens in het oosten bent, hoe je elkaar begroet, of dat je hier in Europa, zonder corona dan, elkaar de hand geeft. Dus dat is wel, je past je daarop aan, je weet ongeveer wat geoorloofd is, wat van jou verwacht wordt in die bepaalde context. En op die basis, zeg maar, kies je je eigen gedrag. Maar Moritz, hoe weet jij wat mijn overtuiging is? Nee, dat weet ik niet. De vraag is natuurlijk wel van, wat zijn onze gedeelde overtuigingen? En dat is natuurlijk ook onderzoek of onderwerp van onderzoeken, om dat naar boven te krijgen. Van wat is nou typisch voor Ordered Rabobank? Of noem maar de afdeling of divisie waar we naar kijken. Ja, daar is het echt op gericht om dat boven water te krijgen. Ja. En je zult verbaasd zijn dat mensen best wel hun assumpties of overtuigingen impliciet, dan wel expliciet ook echt wel articuleren in interviews. Dat mensen zijn onder de juiste omstandigheden wel bereid om daar openhartig over te zijn richting jullie. Ja. Oké. Vindt dit ergens zijn oorsprong in wet en regelgeving? Is er een speciale wet waarnaar de toezichthouder kan verwijzen, want daarom moet je daar iets mee met gedrag en cultuur? Ja, er zijn wel vaak open normen. Interne en beheerste bedrijfsvoering is er eentje. Uit de BFT. Ja, de verschillende toezichthouders hebben daar dan eigen regelgeving ook aan gekoppeld of eigen verwachtingen aangekoppeld van hoe dat dan in te vullen is. Ik heb 6,5 jaar gewerkt bij de DNB en daar hebben we die vraag natuurlijk vaker gekregen van onder toezichtstaande.
Want dat is wel verankerd en je ziet steeds meer dat het expliciet genoemd wordt. Hè, in de Corporate Governance Code in Nederland bijvoorbeeld. De EBA guidelines voor banken die ook explicieter zijn over de risicocultuur dan wat daarin verwacht wordt. Dus dat is wel verankerd in de wet. Ja. Met name dan de wet financieel toezicht, integere en beheerste bedrijfsvoering. Ja, nou, ik ben geen jurist, dus er zijn ook nog vast wel, ja, pensioenwet heeft daar ook wel wat artikelen over. Gedrag is, zoals ik probeerde te leggen, onder de invloed van cultuur ontstaat gedrag. En ik denk gedrag, zeker natuurlijk in de rechtspraak, is wel van, heb je je binnen de wet gedragen? Dat is natuurlijk constant de vraag. Ja. Waar de cultuur en waar de wet, waar ik nu naar verwees, over gaan, is de cultuur, de omgeving, de sociale context die wij, of de wetgever en de toezichthouders, dan verwachten van de instelling om eigenlijk de context te bieden en alles daaraan te doen dat het gedrag, dat ongewenste gedrag, dat niet-wettelijke gedrag niet optreedt. Het beïnvloeden van die cultuur in de organisatie, dat zien jullie ook echt als verantwoordelijkheid voor het management van de organisatie. Ja. Ja, ja, daar ben ik het ook zeker mee eens. Ja. Helder. Hoe gaan jullie precies te werk als je vanuit je advies- of auditrol gedrag gaat beoordelen? Van wie krijg je bijvoorbeeld de opdracht voor zo'n audit? Of bepaal je je agenda helemaal zelf? Nou, zoals ik eigenlijk ook al schetste, draaien wij op dit moment zelf als Culture and Behavior Expertise Team geen audits. Hè, maar zijn er audits conform een auditjaarplan die op zijn gesteld? Je kan je natuurlijk wel bedenken dat bepaalde onderwerpen zich veel beter lenen om cultuur en gedrag mee te nemen. Hè, bijvoorbeeld als je denkt aan governance processen. Maar ook als er een recent verandering was in een bepaalde afdeling, een reorganisatie of andere veranderingen. Nou, dat zijn vaak, eigenlijk is het zo dat je gaat kijken in je auditjaarplan van, goh, waar zie je audits waar cultuur en gedrag een grotere, zeg maar, toegevoegde waarde heeft om het mee te nemen in de audit. Nou, die worden eigenlijk geoormerkt, zo moet je het zien, hè, door al die verschillende auditpools. En daar wordt een beslissing opgenomen om cultuur meer of minder mee te nemen. Ja, vertel verder, sorry. Ja, nee, sorry. Ik wilde alleen nog zeggen van, en daar worden wij dan als expertise team op ingeschakeld. En hoeveel audits begeleiden jullie er? Ja, dat vind ik een vrij lastige vraag om te beantwoorden. Want eigenlijk, hè, dus even om te schetsen hoe we op dit moment cultuur en gedrag meenemen in de audit. Sinds 1 november vorig jaar hebben we besloten om conform ons Rabobank Audit Manual voor elke assurance opdracht, audit opdracht, om daar een geïntegreerde manier cultuur en gedrag mee te nemen. Dus als je zo kijkt, ja, dan wordt cultuur en gedrag voor een heel groot aantal. Ja, ik geloof dat assurance opdrachten bij ons ongeveer 75-80% uitmaken. Dan, ja, dan zijn dat behoorlijk wat audits op jaarbasis. Ja, maar het is doorgaans gebruikelijk, dacht ik, dat de Raad van Commissarissen dat soort assurance opdrachten aan auditafdelingen verstrekt. Klopt dat of werkt dat bij jullie anders? Ja, ik denk dat het misschien ook zo werkt. Maar in ieder geval, je maakt je auditjaarplan natuurlijk gebaseerd op risico's, hè, op toprisico's die je ziet binnen de organisatie. Ja. En dan wordt natuurlijk daarin ook de Raad van Commissarissen wordt meegenomen van, goh, dit is wat we hebben gezien. Zien jullie dit ook? Hebben jullie ook nog additionele verzoeken? Hè? Want die zijn er zeker ook nog, hè, vanuit de Raad van Commissarissen. Ja. En die komt ook spelen. Oké. Okay. Assurance opdracht, wat moet ik daar precies onder verstaan? Ja, de assurance opdracht, dat zijn eigenlijk opdrachten waar jij ook echt een bepaalde mate van zekerheid verleent. Hè? Dus dat jij zegt, goh, ik heb bepaalde dossiers, ik trek bijvoorbeeld een aantal dossiers. Nou, ik kan nu echt een uitspraak doen over het proces. En als jij zegt, ik ga een adviesopdracht doen, bijvoorbeeld een andere smaak. Ja, dan kijk je met de business meer mee van, goh, je bent net een nieuwe business line gestart. Ik kijk met jou mee, wat is daar goed in? Maar bij de opdracht, die is die wordt wat strakker aangezet. En hoe bereid je dan zo'n functionaris die de audit gaat uitvoeren voor op de uitvoering van zijn audit?
Wat we hebben gedaan is, we hebben een heel aantal regio's waarin Rabobank actief is. Hè. Dan hebben we het over de buitenlanden. Noord-Zuid-Amerika, Azië, Australië en Europa. En daarnaast hebben we natuurlijk ook onze Utrechtse activiteiten en ook de lokale banken van Rabobank. Elke auditafdeling, elke pool hè, en elke regio heeft een eigen cultuur. Wij noemen dat een cultuur ambassadeur, ofwel een DPO, hè, vanuit de agile terminologie, een DPO culture and behavior. Een DPO ken ik van Data Protection Officer, maar je bedoelt denk ik iets anders. Ik denk dat ik bedoel Dedicated Product Owner vanuit de agile terminologie. Juist. Ja. Maar het gaat er in ieder geval om dat we hebben 20 mensen in die Audit Rabobank organisatie. En dat zijn onze eerste aanspreekpersonen binnen die bepaalde audit pool of regio. Wat voor informatie verstrekken jullie dan precies aan dat soort centrale figuren? Wat wij doen is, we organiseren één keer per 6 weken een kennisoverdrachtmeeting met al die 20 personen. Om hen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van cultuur en gedrag bij te brengen. Vooral ze ook informatie met elkaar uit te laten wisselen. Hè? Bijvoorbeeld een kleine mini-demo noem ik het. Hè? Van, ik heb nu bijvoorbeeld binnen mijn compliance audit pool heb ik een audit uitgevoerd op CDD. Hè? En wat is daar nou uitgekomen? Hè? Wat kan ik met jullie delen met de andere cultuurambassadeurs? Hoe verliep de werkwijze? Wat kan ik eigenlijk aanraden om niet meer te doen of juist anders te doen? Maar nou kan ik me bijvoorbeeld bij CDD-onderzoek voorstellen dat je kijkt, zijn de UBO's goed geïdentificeerd? Zijn de geografische risico's goed in kaart gebracht? Het zijn allemaal niet per se direct dingen die met gedrag of cultuur te maken hebben. Hoe zorg je nou dat die auditors daar ook speciaal aandacht aan besteden? Ja, om het concreter te maken, er zit een toolbox met verschillende instrumenten die dus onderdeel uitmaken van de Rabo Audit Menu. In de zin van een scan, in de zin van de bepaalde desk research documenten die wij aanbevelen om in te zien. In de zin van interviews en interviewvragen. Workshops waarin wij meerdere mensen tegelijk spreken. Dus dat zijn allemaal instrumenten die voor de auditors klaar liggen om toe te passen. En in de laatste fase ook nog wel de root cause analyse van eventuele findings. Waarbij gekeken wordt van welke behavioral controls zijn hier mogelijk debet aan of bieden een verklaring waarom dit is ontstaan. Dus in die zin. Maar stel dat je dan constateert, goh, de UBO's zijn niet goed in kaart gebracht. Ik noem maar iets. Als voorbeeld even. Dan ga je vervolgens naar het gedrag of de opvattingen van de mensen kijken om te komen tot een advies over wat er zou kunnen veranderen om te zorgen dat die UBO's wel, maar dat is toch, zie je daar een link met gedrag en cultuur? Nou, de behavioral controls zoals bijvoorbeeld helderheid, clarity, eventueel is niet helemaal duidelijk gedefinieerd wat UBO's zijn, of is niet helemaal duidelijk het proces omschreven, of mensen weten niet dat het proces bestaat, of dat kan gebeuren. Of de toon at the top in die specifieke afdeling of divisie is, UBO, dat is allemaal niet zo belangrijk of iets dergelijks. Dus daar zitten wel mogelijke verklaringen in waarom uiteindelijk de bevinding in de orde naar boven is gekomen. Ja, en zonder die mee te nemen kun je dus blijven roepen dat de UBO's beter in kaart gebracht moeten worden. Maar als de opvatting blijft, het is niet belangrijk, dan bereik je veel minder dan dat je die opvatting probeert aan te passen. Is dat juist het idee? Ja. Juist, dus hopelijk gebeurt er in de follow-up ook iets op de behavioral controls, waardoor een herhaling van die findings minder waarschijnlijk wordt. Dus dat we niet wel een jaar later weer dezelfde dingen weer vinden, maar dat het op termijn wel verbetert. Ja, kun je iets nader ingaan op die methoden die jullie dan hanteren? Je zei, je hebt al een set met vragen die je bijvoorbeeld kan stellen. Als we weer even vanuit het CDD-voorbeeld uitgaan, of ja, dus ik heb wel meegedraaid bij de monitoring transaction audit. Hè, dus dan zit je heel erg tegen CDD aan, samen met de audit compliance pool. En ja, dan wat je eigenlijk gaat doen is, je gaat eerst aansluiten bij wat er al is in de organisatie over cultuur en gedrag. Op het gebied van, in dit geval, hè, transaction monitoring CDD. Okay. Nou, dan kom je al heel snel uit bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Hè, dus in je desk research fase ga je daar bij aansluiten. Dat is eigenlijk stap 1.
daar zie je natuurlijk bepaalde trends uit. Hè. Daar ga je kijken van oké, nou dit speelt blijkbaar voor medewerkers die daar werken. Mm-hmm. En waar ze tegenaan lopen. Dus in het medewerkerstevredenheidsonderzoek vraag je al hoe bevalt het om te werken met deze procedures bijvoorbeeld? Ja, daar zit inderdaad al wel het een en ander in op dat gebied binnen Rabobank. He, dus, okay. Alleen jammer genoeg sluit het de engagement scan, zoals wij hem noemen, het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Rabobank, niet volledig aan op de 8 behavior controls. Dus in aanvulling daarop hebben wij ook een eigen scan ontwikkeld. En die heette de upfront scan. En wat je dan eigenlijk doet, vraag je om aan respondenten, hè, dat zijn dus medewerkers van die betreffende afdeling. Nou, er mm-hmm. zitten meerdere subafdelingen onder, daar kan je een voorstelling van maken. Om aan te geven op elk van die 8 behavior controls een bepaalde stellingname. Van, goh, hoe is die helderheid nou bij jou? Heb je het gevoel dat je... En dat alle policies en procedures met betrekking tot CDD helder zijn voor jou. Mm-hmm. En dan krijg je eigenlijk een verdeling, hè, onder 4 categorieën. Van helemaal oneens, zeg maar oneens, neutraal en eens. Hè? Dus een bepaalde verdeling hebben we daarin gemaakt. Ook wat natuurlijk daarbij belangrijk is, is dat wij ook dan op basis van zowel die desk research als ook die scan... Dan ga je bepaalde dingen al zien. Je gaat bepaalde mogelijke root causes dus al herkennen. Ja. En op basis daarvan ga je vragen stellen in de interviews en in bijvoorbeeld een workshop die je belegt. Als je ziet bijvoorbeeld dat toon at the top een onderwerp is, ja, dan ga je daar extra op in. Of bijvoorbeeld de uitvoerbaarheid. Ja, bepaalde systemen helpen bijvoorbeeld de CDD-medewerker minder, omdat er met meerdere systemen tegelijk wordt geholpen. Dan zie je dat ook terugkomen. En dat is de derde stap, hè? Ja, het veldwerk. En uiteindelijk ga je toe naar een stukje ja, echte root cause analyse. Dan heb je een bepaalde audit finding, hè, of een compliance bevinding. Hè, want compliance binnen Rabobank werkt ook met de 8 behavior controls. Vervolgens wordt er een root cause analyse toegepast, zoals Moritz net al omschreef. Dat is eigenlijk onze werkwijze, dus die 4 stappen. We hebben net gezegd, cultuur is overtuigingen van mensen. En omdat dat in een groep dan een overtuiging is, dan heeft dat invloed op het gedrag van het individu. Maar dan zie ik nu nog niet direct de link met bijvoorbeeld sluiten de procedures. Zijn die voor mij helder genoeg? Hoe zit daar de link met gedrag en cultuur voor jullie? Ja, waar die zit is eigenlijk, als je dus die upfront scan, die scan hebt gestuurd naar al die 80 mensen, hè, want daar heb je het over. Mm-hmm. Dan heb je al, en je ziet daaruit bijvoorbeeld dat er iets zit in procedures die niet helemaal helder zijn. Hè, niet helemaal helder zijn, voor een groot deel wel, maar voor een deel niet. En dat is een aanzienlijk percentage. Hè. En je ziet vervolgens ga je in je gesprek ook op in van, goh, waar zit dat nou eigenlijk voor jou? Hè, want je gaat een verdieping doen in je interview. Je mm-hmm. kan het niet laten alleen bij die scan en bij die met medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dan ga je eigenlijk erachter komen waar het hem zit. Nou, soms hoor je dan bijvoorbeeld de veelheid van policies. Of de vindbaarheid van bepaalde policies. Of een document van 80 pagina's. En dan ga je eigenlijk verdiepen waar het hem zit. En alleen op basis natuurlijk van die rode draad. Als genoeg voldoende mensen dat ook vinden en zeggen. Ik had eerder verwacht dat het zich zou toespitsen op bijvoorbeeld de overtuigingen van mensen die dossiers bekijken en op zich een risico gewoon negeren omdat ze zelf van overtuigd zijn, nou dat risico dat hebben ze enorm opgeblazen of die wet en regelgeving die klopt niet, want ik weet dat het risico veel lager is. Dat zijn opvattingen over hoe ze hun werk moeten doen. Wordt er ook daarop ingezoomd of gaat het vooral over de voorbeelden die je net noemde? Ja, je kan natuurlijk op allerlei zaken inzoomen, maar het mooie eigenlijk van de instrumenten, hè, zoals Moritz eerder ook omschreef. Ja, die 8 behavioral controls. Ja, behavioral controls, maar ook gewoon de tools die wij die cultuurambassadeurs meegeven. Hè, daarnaast, ja. Van, engagement scan resultaten, die upfront scan, die vragen die je kan stellen in je interviews additioneel. Ja, dat geeft de cultuurambassadeur en ook de auditors voldoende handvatten om er dus achter te komen inderdaad wat er speelt. En het mooie is, je komt, als dat inderdaad, Erik, een issue blijkt te zijn, dat iemand zegt, ja, weet je, hè, ik zie geen red flag, even in dit geval, hè? Mm-hmm. Ik zie hem niet. Nou, dan komt dat ook naar voren. En
dan is het inderdaad interessant om af te pellen. Ik denk dat Moritz dat net deed. Zit het dan in de helderheid? Is het dan omdat het niet helder is? Of is het dan vanwege de leidinggevende? Of ben je jezelf daar minder betrokken bij? Voel jij van, ja, wat ik hier doe, dat ik, daar sta ik eigenlijk zelf niet achter? Of vind ik onzin? Hè? Ja. Of ik heb er onvoldoende tijd voor? Dat zit in de uitvoerbaarheid. Ja. Doen jullie ook iets aan observaties? Bijvoorbeeld tijdens een vergadering kijken hoe mensen reageren op elkaar? Deze is denk ik van Moritz. Ja, inderdaad. Nou ja, ik heb het nog niet meegemaakt, dus volgens mij niet, nee. Dat wordt niet bij audits gedaan? Nee, op dit moment hebben wij dus die werkwijze, zoals net omschreven, vorig jaar geïmplementeerd. Mm-hmm. En wij gaan dus komend jaar wel toe naar het doen van thema audits. En we zijn nog niet zover, dan verwijs ik even naar jou, Moritz, hè? Naar jouw ervaringen die jij vanuit je oude rol hebt gehad, hè? Vanuit DNB, dat je ook echt bij een managing board aansluit, hè, en observeert. Ja, nee, dat klopt. Ik ben nu een half jaar bij de Rabobank. Dus in die zin is het ook nog steeds voor mij kijken van hoe doen we dat hier en wat zijn de verschillen. Ik denk dat dat één verschil is dat wij bij de Rabobank hebben gekozen voor het behavioral control model. Wat specifiek is in de zin van hoe je kijkt naar eigenlijk je controleomgeving. En bij DNB hadden we een iets bredere perspectief in de zin van de ijsberg, van waar komt het gedrag vandaan, groepsdynamiek, leiderschap, mindset, communicatie, etc. En daarbij vonden wij het ook heel belangrijk om direct observaties te doen. Zoals Martijn eerder zei, deel zijn van zeg maar, die groep waar je naar kijkt. Mm-hmm. En dan echt letterlijk fysiek in dezelfde ruimte aanwezig te zijn. Ja, dus dat gaan jullie mogelijk ook in de toekomst wel toepassen bij Rabobank en de auditors adviseren om dat te gaan doen. Ja, ik denk dat het bij Rabobank expliciet ervoor gekozen is om het integraal eerst aan te pakken. Dat betekent alle auditors zouden cultuur mee moeten nemen. En die instrumenten te ontwikkelen, die instrumenten te trainen en daarover te communiceren, zodat iedereen daarmee uit de voeten kan. Waarbij ik bij DNB eigenlijk eerlijk kom vanuit een expertisegroep die voor zichzelf die onderzoek heeft gedaan. In een kleine context, klein is begonnen en steeds groter, dat heeft opgebouwd. En in de laatste fase, toen ik wegging, veel meer bezig was met van oké, hoe bereiken wij onder andere toezichthouders, collega's, om ook dit mee te nemen. Dus eigenlijk kom je van twee verschillende kanten. Waarbij ik bij Rabobank hoop dat we inderdaad straks die specialisatie nog verder in kunnen zetten door die eigen onderzoeken vorm te geven. Jullie hebben genoemd die 8 Behavioral Controls Model. Dat is dat model van wat jullie ook eerder noemden, Muel Kaptein? Ja. Ja, en het NCI, Nederlands Compliance Instituut, verwijst ook vaak nog graag naar het cultuurhuis van DNB. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Die gebruiken jullie niet meer? Ik weet niet of Rabobank ooit gebruikt heeft, dat weet ik niet. Nee. Kijk, het is wel heel belangrijk dat je een model kiest, om eerlijk te zeggen. Want het geeft je toch wel handvatten en termen van hoe je cultuur beschrijft of welke aspecten je daarin beschrijft. Welk model is denk ik wel, natuurlijk een beetje afhankelijk van het welke studie of welke hoogleraar je misschien hebt gehad. Ja. Dus dat in die zin is dat in mijn ogen secundair. Maar hoe de verhouding is, ik denk dat alle beide modellen, de behavioral controls en het cultuurhuis, wel echt een aantal aspecten als noodzakelijk voorstellen. In de zin van wat is belangrijk om compliance, naleving, et cetera, te bevorderen. Als ik het zo mag samenvatten, het is belangrijk om een model te kiezen, maar welke dat precies is, dat hangt een beetje, dat is secundair, zeg je. Ja. Dat is mijn mening, ja. Oké. Ik weet niet of Martijn er anders over denkt. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik van het IA, hè, dus ik neem aan dat jullie die als compliance natuurlijk ook wel kennen, hè, de Instituut Internal Auditors, die heeft in Nederland onderzoek gedaan, maar ook in het buitenland, welke modellen gebruikt worden. Nou, dan
zo'n 60-70% maakt gebruik van het model van Moreau Captain. Of een afgeleide daarvan. Dus het cultuurhuis is een afgeleide van het model van Moreau Captain. Als er dan zo'n audit uitgevoerd is, dan kun je in het rapport wat de auditor opstelt dan teruglezen ook. Zo typeer ik de cultuur van deze afdeling of van het onderzochte, geaudite clubje mensen of zo. Hoe ziet dat eruit in zo'n rapport? Nou, dat is die behavior controls zijn daarin ook weer leidend. Dat we per control, eventueel ook sommige controls die dan in een eerdere fase eventueel zijn afgevallen, omdat die dat dan niet voldoende noodzaak bleek om verder uit te diepen. Mm-hmm. Maar in principe zijn de behavior controls wel de kopjes die we gebruiken. En per kopje, per behavior control wordt dan aangegeven wat dan ja, enablers en disablers of risks. Dat je daar een evenwichtig beeld probeert te schetsen van wat zijn we daarin tegengekomen. Wat er vast zit aan het model is wel dat je ziet, dat heet dat dan red flags. Ik weet dat jullie binnen compliance anders spreken over red flags. Maar dat je bepaald gedrag ziet, zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant van de behavior control. En als je, er worden heel veel voorbeelden gegeven. En als je dat gedrag ziet, ja, dan is dat een red flag. Ja. En nou, een red flag, zowel aan een met te weinig of te veel, dan kan dat dus een disabler zijn. Maar het mooie van een enabler is, om nog heel even daarop in te gaan, mm-hmm. is dat wij ook positief rapporteren. Dus misschien ik dat als clients. Maar van oudsher is audit echt een functie die natuurlijk rapporteert over zaken die niet goed gaan, die niet goed lopen. Mm. En ja, dat is natuurlijk een hele mooie opening nu als je het hebt over appreciative inquiry. Dat is ook zo'n term die dus dat je eigenlijk heel mooi kan laten zien over zaken die bijvoorbeeld bepaalde behavior controls die heel goed en mooi ontwikkeld zijn binnen een bepaalde afdeling of subafdeling. Ja. Ook belangrijk om dat dus vast te houden. Hè? Dat niet alleen maar gefocust wordt op wat niet goed is en daarbij ja, mis je eventueel ook nog je krachten. Ja. Ga je die niet voldoende aandacht geven. Maar dat het ook wel echt duidelijk is van impliciet of soms ook expliciet. Blijf aandacht aan besteden aan je enablers. Ja. En die enablers, is dat ook specifiek meegekomen met het onderzoek naar gedrag en cultuur? Of was dat ook bij andere vormen van audits al wel bekend? Ja, je ziet wel dat er een beweging in was gezet binnen Rabobank als organisatie zelfs al. Om meer een appreciative inquiry toe te passen. Dat houdt in dat je iets op een positieve opbouwende manier opschrijft. Hè? Dus dat is al wel gaande. Maar je ziet wel dat echt binnen het auditrapport, nu we echt meer nadruk leggen op cultuur en gedrag, we ook echt de auditors uitdagen om ook te komen met die positieve, de positieve zaken. En die ook zeker mee te nemen en te omschrijven. Helder. Kunnen jullie daarvan bijvoorbeeld twee voorbeelden noemen van situaties waarbij uit een audit bleek dat het gedrag afweek of juist heel goed overeenkwam met wat je bij een financiële instelling zou willen zien? Nou, wat ik wel echt een hele mooie vind, hè, want wij reizen als team, hè, op dit moment natuurlijk niet meer, maar voorheen reisden wij ook best wel veel naar de andere delen van de wereld, hè, naar Rabobank. Ik zie eigenlijk zelf dat betrokkenheid, hè, dat is dus die, de derde behavior control, mm-hmm. ja, dat die echt heel, heel goed en mooi ontwikkeld is binnen Rabobank. Dus zowel in Utrecht als ook bij de lokale bank, als ook in internationaal, zie ik dat medewerkers een enorme betrokkenheid tonen bij Rabobank. En dat ze ook een bewust, dat ze ook gewoon zeggen van, ja, ik werk nu bij Rabobank, maar ik heb ook bij andere banken gewerkt. Maar mijn betrokkenheid is nu veel groter dan bij die andere banken. He, vanwege waar Rabobank ook voor staat, he, de coöperatie. Dus dat vind ik echt een goed voorbeeld van een goed ontwikkelde behavior control. En toont zo'n audit dan ook aan wat daar de oorzaak van is? En kun je op die manier dus ook het gedrag en de betrokkenheid van mensen bevorderen met zo'n audit? Ja, je merkt natuurlijk wel dat de auditee het ook gebruikt. Hè. Dus vaak wordt de auditor ook nog wel uitgenodigd om toelichting te komen geven in een teamoverleg. Hè, dat was natuurlijk voorheen ook niet echt zo gebruikelijk. Hè, om juist ook de positieve dingen te belichten, maar ook natuurlijk de verbeterpunten. En die positieve dingen, zoals Moritz eigenlijk net al mooi verwoorden, ook proberen vast te houden.
Want je kunt je voorstellen, met al die veranderingen die op mensen afkomen in organisaties op dit moment met corona. Ja, die betrokkenheid staat gewoon onder druk. Hè? Iedereen werkt thuis, dus de sociale cohesie is minder. Dus dat is wel echt een aandachtspunt. Ja, dat begrijp ik. Maar jullie weten ook waarom bij Rabobank de betrokkenheid hoger is dan bijvoorbeeld bij andere banken. Nou, ik noemde natuurlijk net al wel een aantal redenen die naar voren zijn gekomen. Dat is bijvoorbeeld, de Rabobank is een coöperatie. Hè, dus daar wordt heel duidelijk gezegd de leden, hè, die zijn de baas. Daarnaast is de Rabobank ook een hele sociale bank. Hè, dus medewerkers worden ook echt gevraagd om ook binnen je eigen community, binnen je eigen gemeente of vereniging ook vrijwilligerswerk te doen. Dus het gaat ook echt wel verder dan andere banken daarin wordt aangegeven. Oké, ja. Ik wil eigenlijk nog even, Erik, voordat we verder gaan, nog benadrukken over dat rapporteren. Dus die laatste fase, ja, dat is de moeilijkste fase van alles. Hoe ga je nu op een waardevrije manier proberen die observaties, hè, die gemene delers die je hebt gezien in je onderzoek, om die op papier te zetten? Ja, dat is echt een uitdaging. Elke keer weer als je een audit doet. Dan is ook de vraag, kunnen we ook echt waardevrij zijn? Hè? Van als je al enablers en disablers noemt, dat klinkt niet waardevrij. Nee. Dus het is ook wel soms misschien ook wel echt juist het erkennen van de niet-waardevrijheid. Want het is gewoon toch een stukje subjectiviteit. En je probeert het natuurlijk wel op een weegschaal te leggen. En daardoor maak je eventueel verschillen of laat je iets zwaarder wegen dan iets anders. Ik heb nog wel een anekdote die ik je wil vertellen, Erik. Maar dat is dat heb ik niet zozeer binnen Rabobank meegemaakt, maar wel bij een vorige werkgever van mij. Nou, dus op een gegeven moment waren we overeengekomen dat er bepaalde observaties waren. En toen gaf een bepaalde managing director van dat land aan dat hij toch wel heel erg graag met het auditteam in gesprek wilde over wat er nou eigenlijk stond. Ja, daarin zie je dat het heel erg spannend kan worden. Want ja, er werd weer verwezen op dat moment naar een bepaalde medewerkerstevredenheidsonderzoek, wat heel iets anders liet zien. Heb ik het over een land in Zuid-Amerika. En die zei, ja, alles was groen. Ja, was hij het niet eens met de bevindingen of begreep hij ze niet? Nou, in eerste instantie zijn natuurlijk geen bevindingen, hè? Observaties. Observaties. Die discussie hebben wij vaak binnen Rabobank trouwens ook. Dus om ze op elkaar te houden. Maar voor hem was het apart dat het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkbaar heel hoog scoorde, groen scoorde. En dat er nu met een andere methode, hè, dus door naar die behavior controls te kijken, hele andere zaken naar voren kwamen. En ook zaken waarvoor compliance toch wel snel daarna richting het land. Dat is wel duidelijk geworden voor die manager waar dat verschil in zat. En dat accepteerde die op een gegeven moment. Ja, dus HR was daar bij uitgenodigd. Zowel van het land als van de regio. En die hebben wij als auditteam weer apart gebriefd over hoe wij dat onderzoek hebben gedaan. En op welke methode en welke manier. Nou, dus HR die was er heel snel mee. En toen hebben we, ja, wat je hooguit kan doen is inderdaad, hoe verwoord je bepaalde zaken? Hè? Je kan hooguit je wording ook iets aanpassen, zonder afbreuk te doen natuurlijk aan de inhoud. Kun je een concreet voorbeeld noemen van een advies wat je op basis van zo'n audit uitbrengt aan zo'n manager of aan de opdrachtgever? Nou, daar kunnen we heel kort in zijn. Wij geven geen advies. Geen advies. Het zijn echt alleen waarnemingen die je deelt. Ja, het zijn echte waarnemingen die je deelt. En vaak inderdaad, zoals Moritz al omschreef, op die behavior controls. Dus dat zijn eigenlijk je kapstokken in je rapport. Maar impliciet vraag je natuurlijk wel om actie op die punten, toch Martijn? Zeker, ja. Nee, je vraagt ook om actie. En maar waarom doen wij dat niet als Rabobank? Of nog niet op dit moment? Hè? Want het zou kunnen zijn dat wij er in de toekomst wel naartoe gaan. Dat is, het vergt natuurlijk een heel om een actie te formuleren bij een punt op cultuur en gedrag. Dat is natuurlijk een heel ander soort actie dan wat gebruikelijk is. En misschien worden er al bepaalde acties ondernomen of is men al bezig met een traject. Soms merk je, hè, als je ziet dat een medewerkerstevredenheidsonderzoek al lager scoorde, dat echt wel bepaalde trajecten in zijn gegaan op het gebied van cultuur en gedrag. Maar
Maar ik kan me voorstellen dat voor een afdelingshoofd waar de waarneming in het rapport terugkomt, nou, er is op dat vlak qua een van die behavioral controls iets gesignaleerd wat toch wel een red flag in jullie termen is. Dan verwacht zo'n afdelingshoofd waarschijnlijk ook advies over hoe beïnvloed ik nou die cultuur op mijn afdeling om wel positievere waarneming te krijgen op bij de volgende audit. Maar daar zijn natuurlijk wij als audit niet de enige binnen Rabobank die daar een antwoord op kunnen geven. En het is natuurlijk wel, zoals Martijn net zei, van op het moment dat wij zeggen van nou, huur eens een coach in en zit een uur lang of een dag lang met je team om dat te bespreken, doet hij dat misschien wel en krijgt hij een vinkje. Maar de vraag is of daarmee eigenlijk toch de red flag, het risico, geweken is. Dus dan zou het veel meer belangrijk zijn dat diegene zegt van ik wil iets aan doen. En dat wij eventueel naar HR kunnen verwijzen of wat dan ook. Van nou ja, als je leiderschap of groepsdynamiek of wat dan ook op een hoger plan wil trekken, misschien kunnen zij met jou aan interventies werken. Ja, dus je houdt je afzijdig van werkelijk formuleren van adviezen, maar met het rapport kunnen ze wel aan de slag om te kijken waar ze hun cultuur willen verbeteren. Zeker weten, ja. Ja, dus, ja. En het mooie is, ook weer even een korte anekdote. Vaak zie je dat als je een auditee in de wandelgangen tegenkomt of iemand van een team van we hebben echt op dat gebied hebben al stappen gezet. Of dat ze echt trots zijn op zaken die ze op hebben gepakt. En dus je ziet het land wel. En even het verschil weer tussen toch wel tussen audit en compliance. Ja, audit is toch wel de derde lijn. Hè? Je adviseert de business niet als een compliance zijnde. Hè? Maar je bent echt gewoon een iemand die de organisatie of de afdeling een spiegel voorhoudt. En ja, als het in het rapport staat, het gaat wel naar de hoogste in de organisatie, hè, van Rabobank. Ja, nou ja, je begint nu zelf al over over verschillen en overeenkomsten tussen eerste en tweede lijn. Compliance en audit dus. Zou compliance gedrag en cultuur op een andere manier in haar werk moeten integreren dan jullie dat doen? Of denk je dat dat overeenkomt? Nou, wat wij zien op dit moment binnen Rabobank is dat wij heel dicht met compliance samenwerken op het gebied van de behavioral controls. Het fijne is, als wij zijn gestart als audit Rabobank om het model te gebruiken en al heel snel is compliance daarbij aangesloten. En hebben wij samen ook gewoon heel veel van het trainingsmateriaal en de trainingen, bijvoorbeeld de grondoorzaakanalyse workshop, de root cause analysis workshop, hebben we samen ontwikkeld met compliance. En ook het trainen hebben we voor een deel ook gezamenlijk gedaan. En waar zit het verschil dan in nog? Het verschil zit denk ik wel in van als je kijkt naar design en opzet, werking, dat als wij signaliseren dat er iets niet is, dan haalt het voor ons op. Want dan zou het eventueel compliance of de eerste lijn kunnen oppakken om het wel op te zetten. Maar wij zijn niet degene die het opzetten, want wij kunnen dan niet de pen voeren en zeggen hoe het eruit moet zien. Maar dat is dan compliance eerste lijn, zei je volgens mij. Nee, zeg maar. Ja, tenminste, als we het over compliance hebben, dan bedoelen we vaak de tweede lijn. En wij dan zijn dan zelf. Ja, ik ook. Ja. De tweede lijn, ja. Wij zijn de derde lijn. Ja. Ja, dat snap ik. Maar het is ook niet aan de tweede lijn om werkelijk al verder te gaan met acties in die richting, toch? Nou, wat misschien wat moois bedoeld is dat vanuit audit kijken we natuurlijk met een onafhankelijke blik. Hè? Eigenlijk een grondoorzaakanalyse vinden wij eigenlijk horen al bij een tweede lijn, bijvoorbeeld bij compliance. Minder bij audit. Hè? Dus die ondersteunt de eerste lijn heel erg daarin. Hè? Als de eerste lijn daar behoefte aan heeft. Ik denk Moritz dat jij dat bedoelt. Nou ja, maar als het gaat over controls en risico, dan zie ik dat de tweede lijn toch wel vervullen, toch? In advies. En misschien bouwen ze niet helemaal zelf, maar is het wel de zaak om te zorgen dat het daar komt. En wat ik verder nog toe wilde voegen is dat wij het verschil tussen compliance en dus de tweede lijn en audit, de derde lijn binnen Rabobank is, dat compliance voornamelijk aan de achterkant kijkt. Hè, dus er is al een compliance hoe noem je dat? Een compliance bevinding is het dan, Erik? Ja, dat kan. Dat dan de oorzaakanalyse wordt gedaan daarop. Terwijl bij audit op dit moment we echt, zoals Morris ook schetste, de integrated approach hebben. Dus helemaal vanaf het begin af aan. Dus voordat je een issue hebt in je audit, dat je dan al het al meeneemt in je desk research en je veldwerk. En dat je dan al veel meer weet, eigenlijk op het moment dat je een finding hebt.
ja, waarom die eigenlijk, ja, waarom het eigenlijk een finding is, hè? De redenen erachter. Ja. Dus dat is het verschil. Ik denk dat we een beetje naar het einde van deze podcast kunnen. Zien jullie dat ook zo? Of zijn er nog bepaalde zaken die jullie graag... Ik heb nog wel twee vragen hoor, maar zijn er nog bepaalde zaken op dit moment waarvan jullie denken, dat wil ik graag nog kwijt of toevoegen? Nou, er is één ding, denk ik, dat zou ik eigenlijk Moritz willen vragen. Als een praktijkvoorbeeld, hè, hoe jij samen hebt gewerkt met compliance onlangs. Ja, dat was een onderzoek die vanuit de tweede lijn is gestart om te kijken van wat de impact is van COVID op de compliance risico's. Daar heb ik aan meegewerkt in het afnemen van interviews en het verder analyseren van de conclusies. En dat is wel een voorbeeld van hoe wij samenwerken op dat gebied van gedrag en cultuur. Want ja, cultuuraspecten, leiderschapsaspecten zijn natuurlijk onder de context of onder de invloed van de COVID-maatregelen onder druk. Omdat we op afstand zijn, omdat leidinggevenden hun medewerkers vaak niet meer face-to-face zien. En daar zijn mogelijke risico's die, die spelen. En daar hebben we samen in opgetrokken. Oké. Ja, en maakt men zich zorgen dat het gedrag toch leidt, dat er meer risico's ontstaan in het gedrag van medewerkers omdat ze thuis zitten te werken? Op cultuur zijn er wel wat tekenen, red flags in die zin, die op afstand lastiger te overbruggen zijn. Concreet bijvoorbeeld inwerken van medewerkers vraagt meer tijd. De vraag is van hoe onboard zijn mensen die in een... online omgeving zijn ingewerkt. Ja. Hebben zij het commitment met Rabobank evenzo zoals iemand die 5 jaar geleden in nog tussen de muren en de sfeer en de cultuur, et cetera, allemaal meekreeg. Ja. Dus dat zijn wel red flags. Of dat nou echt 1-op-1 al tot risico's leidt, dat hebben we niet gezien of niet onderzocht. En zeker nu met het uitzicht dat het nog een aantal maanden doorgaat, moeten we toch wel actie opzetten. In welke richting denk je dat die actie dan gaat? Nou ja, kunnen wij de binding met collega's, met leidinggevenden, mm-hmm. met de bank, onder deze omstandigheden wel op een of andere manier in stand houden? Ja, verbeteren is nog een mooiere, maar dat is misschien wel te ver. Ja. Maar je adviseert luisteraars van deze podcast om wel ook daarbij stil te staan en daar aandacht aan te besteden. In bijvoorbeeld, ja. Als je in gesprekken met de leidinggevende niet vraagt van wat heb je nu sinds de maatregelen van kracht zijn anders gedaan? Wat doe je meer? Hoe zorg je ervoor dat je weet hoe je medewerker in de vel zit? Dan zou ik toch echt wel streng adviseren om daar wel aandacht voor te hebben. Ja. En ook een mindset hebben we weer te bewerkstelligen van dat er iets meer activiteit nodig is. Dan dat je gewoon 's ochtends de zaal binnenkomt en de 10 mensen ziet zitten en je weet al hoe de pet staat. Dat is er niet. Dus dan moet je wel de telefoon pakken. Dan moet je wel situaties creëren waardoor je een idee hebt hoe het gaat. Verwachten jullie op korte termijn nog nieuwe ontwikkelingen of inzichten op het vlak van onderzoek naar gedrag en cultuur? Bij Rabobank? Ja, het is enorm in beweging nog het onderwerp cultuur en gedrag. Misschien ook goed om te noemen dat we 1 keer per kwartaal ook samenkomen met auditors, zeg maar, net zoals Moritz en ik, met mensen vanuit andere financiële instellingen. Dat zijn voornamelijk ook banken. En dan ook de laatste trends met elkaar bespreken. Goh, hoe gaan jullie er nu mee om? Wat zien jullie gebeuren? Of welke nieuwe stappen zetten jullie? Dus dat is 1 keer per kwartaal. Dat is dan breder dan alleen maar Rabobank. En verder is het een van de 2 speerpunten van Audit Rabobank voor zowel dit jaar, maar ook voor de komende jaren, om de focus op cultuur en gedrag nog verder in te zetten. Dus niet alleen om het begeleiden van audits, maar ook in het doen van een thema, meer thema-audits, bijvoorbeeld naar onderwerpen. Dus heel veel onderwerpen die hier vandaag al voorbij kwamen. Daarvoor sparren we ook samen met compliance trouwens. Om te kijken welke onderwerpen zien jullie nou veel terugkomen in jullie compliance issues of red flags. Ik denk nog verder vooruitkijkend. Kijk heel erg uit naar dataverwerking. Als we daar nog stappen in kunnen zetten. De interviews die we afnemen. Dat is veel data die daar op ons afkomt. Heel veel in scans. Als je echt meerdere 100 antwoorden hebt. Hoe verwerk je dat?
Nou, dat zou wel echt voor mij, voor de methode nog echt een boost geven als we met machine learning of andere toepassingen dat sneller of makkelijker, efficiënter kunnen inrichten. Omdat het nu nog heel veel handwerk is. Oké, ja, dat is ook een interessante ontwikkeling mogelijk. Ja. De laatste vraag wat mij betreft, aanhakend op de titel van deze podcast, dat doen we eigenlijk in elke podcast even. Wat is jullie belangrijkste advies aan luisteraars van deze podcast op het vlak van compliance of, nou ja, in dit geval dan audit en gedrag en cultuur? Ja, wat ik heel erg belangrijk vind is, dat is de doelgroep is natuurlijk, ik praat naar compliance toe nu, maar ja. Binnen Rabobank is die, vind ik die samenwerking op het gebied van cultuur en gedrag echt essentieel. Als je alleen als audit Rabobank staat en je hebt je tweede lijn niet mee, je praat niet dezelfde taal, hè, dus je kiest niet hetzelfde model, in dit geval kaptein, ja, dan is dat voor de business ook gewoon niet prettig en voor jezelf ook niet om draagvlak te krijgen voor het onderwerp. Dus voor compliance, check eens even met audit hoe je daar samen in optrekt. Ja, zeker weten. Dus dat is een hele belangrijke. Dat zien we ook binnen de dochterorganisaties nu van Rabobank. Daar zijn we ook bezig met cultuur en gedrag. Dus ik kan zo even, dat is DLL en Opvion. Ja, daar zie je ook dat compliance daar een hele belangrijke rol in speelt samen met de audit. Ja. Nou, helder, goede tip. Absoluut. En van mijn kant nog zou ik ook zeggen van, de onderwerpen die we hier geraakt hebben lijken misschien wel groot. Probeer ook met kleine stappen te beginnen. Probeer niet meteen de hele cultuur van de hele bank of instelling waar je bent te beschrijven. Maar neem een onderwerp wat redelijk klein en specifiek is en probeer daarmee. En bouw het dan vervolgens uit als je merkt dat het werkt of dat de reacties goed zijn. Dan zou ik tot slot willen zeggen, vriendelijk dank voor alle informatie over de fascinerende wereld van de audits op het vlak van gedrag en cultuur. Dit was zeer leerzaam. Ik wens jullie veel succes voor de toekomst en tegen de luisteraars zeg ik nog, abonneer je op de podcast in je favoriete podcast app, volg de LinkedIn pagina van Compliance Adviseert, zo mis je geen enkele podcast. Tot de volgende podcast.